Beste kijkers, we staan hier met de directeur van Natlin, meneer De Win. En natuurlijk de wethouder Joep Ummels. Meneer De Win, wat een geweldig initiatief. Waar je bezig bent met duurzaam ondernemen. En je probeert niet alleen binnen die vier muren van je bedrijf actief te zijn, maar ook daarbuiten. En dan is het een heel mooi initiatief op aan te haken. En we zien ook dat heel veel mensen het leuk vinden om daar aan mee te doen. Wethouder Ummels, dit initiatief van harte ondersteunen door de gemeente? Absoluut. Dit soort initiatieven kun je niet genoeg hebben in je gemeente. Op het moment dat een bedrijf met zo'n idee komt en dan zegt van ja, we gaan eigenlijk dat hele businesspark eens eventjes grondig uitkammen om te kijken waar alle plastic ligt. Ja, dat ondersteunen wij van harte. Dan stellen wij graag spullen beschikbaar. Ik zeg al, volgend jaar eens kijken of we dat nog groter over de hele gemeente kunnen uitspreiden. Maar echt alle credits naar Natlin die dit georganiseerd hebben. Noah, wat vind jij op zaterdagmorgen zo vroeg uit je bed en dan opruimen? Ik vind het wel leuk. Je vindt wel, doe je thuis ook altijd goed opruimen? Ja. Stonden hier bij Janou en Joris, de projectmensen van de clean-up day bij Natlin. We staan hier bij een mooi bord. Janou, wat zien we? Wat zien we? We zien een aantal groepen. We hebben eigenlijk Business Park Stijn gaan we vandaag opruimen. Dat hebben we verdeeld in een soort stratenplan. En iedere groep heeft een gebied, een straat toebedeeld gekregen waar ze ja, met prikkers aan de slag gaan om te zorgen dat er veel opgehaald kan worden. Nou, dit is een wereldwijd initiatief, doen 160 landen aan mee. Ja, wat is dan mooier om deze dag, en we hebben ook nog eens heel veel zon, te kiezen om met z'n allen Business Park Stijn op te ruimen. Jullie hebben er nog een kleine competitie aan verbonden. Ja, ja. Vertel. Nou ja, we wilden toch ook een beetje fun maken om met z'n allen op straat op zaterdagochtend rond te lopen. Dus we hebben er een wisselbeker aangehangen met het marste gevonden voorwerp. Dus als ze straks terugkomen, leveren ze allemaal een raar item in wat langs de weg lag. En dan verdient iemand een prijs. Heb je al iets raars gevonden? Ja. Vertel eens. Een vol blik tomatensoep en een vuilniszak met vuilnis.